eerste keer is spannend, ongemakkelijk of fantastisch. Maar één ding hebben ze gemeen, je vergeet ze nooit meer. Dus kunnen we er maar beter van leren. In Emma's eerste keer praat ik met mijn gasten over hun eerste keren. En geef ik je handige tips om die van jou net even iets makkelijker te maken. En vandaag doe ik het voor het eerst met Sophie Milsink. Voordat we beginnen, hebben we even jouw allereerste Instagram post erbij gehaald. De eerste keer dat je iets op Instagram hebt gepost. En dat is deze. Ja. Wat is het verhaal hierachter? Wie zijn deze mensen? Ik was in Frankrijk in een of ander historisch dorpje. Maar dit was gewoon de eerste foto waarvan ik dacht, oh grappig, zo met die filters. Dus ja. Ik had eigenlijk niet echt een idee achter. Nee, je vond het gewoon leuk om even iets vast te leggen. En ja, wij waren met een vriendin van mijn moeder en zij, dat waren haar zoons. Sophie Milsink staat bekend om het geven van haar ongezouten mening in video's. Dit doet ze over bijvoorbeeld gare televisieprogramma's, irritante mensen en de dagelijkse struggles van jongeren. En dat is niet alles. De bijna 24-jarige YouTuber is naast inspireren ook een ster in presenteren en acteren. En dan gaan we beginnen. De eerste keer dronken. Oh ja, ik weet het niet. Het was volgens mij in de tweede klas van de middelbare school. En we hadden echt besloten, wij gaan drinken. We wilden dat doen, we wilden dat proberen. Het was echt een evenement. Dus we hadden gewacht totdat een van de ouders van ons vriendengroepje weg waren. Toen gingen we daar met z'n allen slapen. Ik wou zo graag dronken zijn, dus het voelde destijds echt als een soort trip, weet je wel. Ja, het was echt heel erg, ging allemaal rare dingen doen, allemaal rare, snap je wat ik bedoel? Dus allemaal gewoon, ging ik ook gewoon met een matras de trap af, zeg maar. Het was echt zo raar, gewoon. Ja. Het was heel kinderachtig eigenlijk achteraf. Oh, we zijn zo dronken, kom, we gaan met een matras de trap af. Zeg maar dat je echt denkt, waarom? Ja, het is wel leuk. Ja. Was je snel toen je van de trap afging? Ja, zeker weten. Kijk, dat was toen waren we zo jong, gingen we met een matras de trap af. En zeg maar, als je dan wat ouder werd en je ging drinken, dan was het, oh, kom, we gaan met alle vriendinnen zoenen. Weet je je wordt ook wat, steeds ga je je grenzen wat meer verleggen. Ja. Dat klopt. Alcohol vervaagt inderdaad je grenzen. Dat komt omdat de verdovende werking van alcohol invloed heeft over alle functies van je hersenen. Dus ook de functies die je gedrag aansturen. Hierdoor voel je je vrijer en minder geremd. Daarnaast worden ook je emoties, waarnemingen en belevingen beïnvloed door alcohol. Oh ja, wel, ja, dat is ook nog een periode geweest dat vriendinnen van mij dan altijd iets meenamen. Dus bijvoorbeeld een struik of een verkeersbord of een pion. Dus je hebt allemaal van die fases van een opstandige tiener die bezopen is. Of baldadig. Ik werd op een gegeven moment baldadig. Ja, dingen kapot maken en zo. Ja, en over auto's heen lopen en zo. Oh ja, nee, zover ben ik niet. Nee, dat is ook echt heel erg dom. Want kan jij je grens goed bewaken van... Zeker, ja, nu zeker wel. Maar destijds vond ik het gewoon leuk om veel te zuipen. Ja. Ik toen ook, ja. Want hoe was de dag erna? Ja, beroerd. Nou, sterker nog, nee, ik had er helemaal geen last van, omdat ik zoveel had overgegeven. Want alles was weer uit mijn lichaam. Oh, hoe was dat? Wat een hel. Ja, ranzig. Sowieso hou ik niet echt van overgeven. Nee. En ik was gewoon te ver gegaan. Maar dat is zeker op die leeftijd. Dat is gewoon vaak te ver. Door naar de volgende. De eerste keer seks, Sophie. Ja, de eerste keer seks. Ik kwam op een gegeven moment, was ik een beetje in zo'n fase dat ik alles en iedereen maar wegwuifde. En op een gegeven moment kwam het er maar niet van. En toen dacht ik bij mezelf, nou, ik denk dat het maar eens tijd wordt dat ik het een keer ga doen. Hoe oud was je? Tussen de leeftijd? 17 of zo. Aha. Dus toen was ik na een feestje, stond ik nog na te praten naast de club. Zei iemand, ga je mee naar huis? Toen zei ik, ja hoor. We hadden al wel geflirt die avond. Toen dacht ik, nou ja, als ik het dan toch ga doen, dan kan ik het maar beter doen met iemand waar ik echt niks mee heb. Want dan is het ook niet zo spannend allemaal. Mm-hmm. Dus ik mee, met een gesext. En het was ja, gewoon... Het voelde niet echt als een eerste keer, omdat... Ik denk dat ik er zo mentaal ready voor was, dat het was niet spannend. Wanneer je twijfelt of je mentaal ready bent voor seks, stel jezelf dan de volgende 4 vragen. Heb ik er zin in? Vertrouw ik de ander? Weet ik hoe ik veilige seks moet hebben? En is dit echt mijn keuze of speelt bijvoorbeeld religie een rol? Als je een duidelijke ja kan antwoorden op al deze vragen, dan is de kans groot dat je klaar bent voor seks. Maar als je verder gaat en het toch niet helemaal goed voelt, luister dan altijd naar je eigen gevoel. En wat vond je ervan? Ja, ik vond het wel leuk. Ja, we hadden het ook echt 10 keer gedaan of zo. Oké, okay, nou goed, kan ik gelijk even oefenen. Ja, dus het was na het uitgaan met een one-night stand. Ja. En hoe... Was het daadwerkelijke seks hebben? Ging er nog wat mis? Lukte het allemaal gewoon? Ja, het lukte gewoon allemaal. Ja, en ik vond het ook prettig. En hij was er ook goed in. Dus ik had gewoon zoiets van, nou ja, wat een goede eerste keer. En ook verschillende standjes of eentje gedaan? Ja, ja, en hij heeft me nog hoofd gegeven. Ik ben nog klaargekomen. Ja, het was echt alles... Alles in één keer? Ja, het was echt prima. Zo.
Ja. Ja, want ik weet nog bij de eerste keer, dat bij mij deed het heel veel pijn. Dat voelde, oh. Ja, dat was echt heel naar. Maar dat kon hij niet zoveel doen. Alleen, ik weet nog wel dat ik dus ook niet andere standjes durfde. Omdat, oh, echt? Het was gewoon een soort van missionaris. En toen dacht ik, ja, als ik dan nu... Iets anders ga doen. Als ik dan nu iets anders ga doen, doet het waarschijnlijk nog veel meer pijn. Was het wel met iemand die je lief vond? Ja, het was wel met iemand die je leuk vond. Ja, ja. 100%. Ik weet niet of hij mij ook leuk vond. Dat weet ik nog steeds niet. Maar vind je dus eigenlijk ook dat mensen niet zo op een voetstuk moeten zetten, die eerste keer seks? Ja, dat. Ja, zeker. Die eerste keer seks, eigenlijk zou ik het iedereen gunnen om er gewoon inderdaad comfortabel bij te zijn. Omdat als je het eenmaal een keertje hebt gehad, dan weet je waar je aan toe bent. En vaak wordt het heel groot gemaakt van ik wil het bijzonder houden en speciaal. Dat is natuurlijk aan iedereen zelf hoe die dat invult. Maar ik denk dat je jezelf ook wel weer heel veel extra stress oplevert. Ik had heel erg zoiets van ja, als ik dan wel met iemand ga seksen die ik leuk vind, waar ik echt verliefd op ben, dan zou ik echt nerveus worden als ik het nog nooit gedaan had. Was deze one night stand op de hoogte dat jij nog maagd was? Nee. 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 De eerste seizoen. Mijn eerste seizoen was op vakantie in Frankrijk. En toen gingen we nachtzwemmen met de jongens waar we dan mee optrokken. Ja, en toen had ik gezoend met Brandon. Als in Brandon? Ja, maar Brandon. Brandon. Hij heette Brandon. Ja, Brandon. Oké, Brandon. En die heeft mij ontgroend in de zee. In de zee? Ja, dus ik kreeg ook nog heel veel zout water binnen. Dat is niet heel fijn, lijkt me. Super dronken ook. En ik had helemaal geen lef. Maar wel één romantische plek om ontgroend te worden. Ja. Toch? Fun fact. Wist je dat zoenen een chemische reactie in je hersenen veroorzaakt die vergelijkbaar is met de reactie op bungee jumpen, sporten en het nemen van drugs? Je hart gaat sneller kloppen en je ademhaling wordt dieper. Ja, en het allergrappigste was, we wisten dus dat we zouden gaan nachtzwemmen, maar ik was niet zo... Ik was nog niet zo ver, dus iedereen ging dan zijn setje aandoen, zeg maar. En ik had een tennisballenonderbroek van Björn Borg. Oeh. Waarvan ik vond dat mijn billetjes er leuk uitzagen. Cute. Ja, ik droeg nog geen string. Dus, nee. En toen had ik dus die onderbroek aan en toen zeiden die vriendinnen tegen mij van... Ja, maar weet je het zeker dat je dit aan gaat doen? Want je gaat zwemmen met hun, hè, vanavond. Dat hing al een beetje in de lucht. Mm. Dus ik zo, ja, dit is gewoon mijn... Het is mijn lievelingsonderbroek, weet je wel. Ja, klaar. Ze hebben gezegd, je moet maar een string van ons aandoen. Dus ik een string van hun aandoen. Oh god. En hoe was het zoenen? Was het... Ja, dat weet ik dus niet zo heel goed meer. Maar vanuit mijn kant was het denk ik niet echt om over naar huis te schrijven. Nee. Ik had wel eens geoefend op de achterkant van mijn hand. Oh ja? Ja. Hoe dan? Ja, ik weet het begon niet meer. Maar ik had dan wel eens gewoon... Maar je had gewoon een beetje met je tong lopen... Ja, dat ik dacht, maar ja, het was natuurlijk eenrichtingsverkeer. Dus dat is wel lastig. Maar dat zoenen, dat vond ik persoonlijk best een dingetje. Toen ik dat voor het eerst ging doen. Ja, vond je maar ja, ik maak blijkbaar van alles een dingetje. Ik voelde me gewoon daarna een ander mens. Oh, ja. Ik dacht, ik heb nu getongd. Maar zo werd er ook bij ons op school wel mee omgegaan. Want ik was dan een van de enige meiden die nog nooit had getongd. Me too. En ik had ook heel erg zoiets van, want het ging ook heel erg altijd om tongen. En dan dacht ik van, ja, maar wat nou als ik het niet goed doe? Dan wordt het door de hele school verspreid dat ik niet kan tongen. En daar was ik echt heel bang voor. Ja, maar dus toen was op vakantie was ja, veilig. Was er niemand bij, ja. Dus toen dacht ik, oké, ik moet met iemand gaan tongen die geen... wederhoor kan geven. Brando. Ja, Brando. Die kon je toch niet helemaal recensie maken. Ja, maar bol. Dus ik was op een gegeven moment, en dan weet ik, er was nog een andere jongen, die had ook nog nooit gezoend. En die zei dan wel eens van, jij bent toch ook nog niet ontgroend? Want wij waren een soort bondgenoten, dat we allebei nog niet ontgroend waren. Dus hij wou eigenlijk jou verleiden. Nee, hij wou gewoon ook zekerheid van. Hij wou ook met Brando. Nee. Hij wou gewoon horen ook van, ik ben niet de enige toch? Nou ja, goed, die Brandon, dat was ook niet een heel helder figuur. Nee. Ik kom geen zinnig woord uit. Maar hij was Frans en hij was lekker, dus ik dacht, ja, boeien. Ja, dat was heel leuk, Sophie. En jullie waren benieuwd naar mijn allereerste keer seks met meer dan één persoon. En dat was op een soort theaterkamp in Frankrijk in een tent. Dat was met maar liefst 4 personen, waaronder 3 meisjes en een jongen. Ik weet nog dat ik het heel moeilijk vond om te wisselen van partner. En je moet elke keer schakelen in je hoofd van wat ga ik nu doen, wat ben ik nu aan het doen. Ah, het zorgt voor heel veel errors. Daarbij was de tent flinterdun, dus iedereen kon meegenieten. Naar welke eerste keer ben jij benieuwd? Laat het weten in de comments. Vergeet niet te liken en te subscriben. En dan zie ik jou volgende week.